Zoals ik jullie heb laten zien, gaan wij vandaag starten met de Cape Shawl. Het is een call gedurende 4 weken. En als je het pakket bestelt, krijg je een roll met een roulette erbij. Naar keus welke kleur jij wenst. Ik zal de link hier onder in de infobox. Hier is ergens. Daar. Er staat een pijltje. Als je daarop klikt, krijg je de link te zien naar het pakket wat je kan bestellen. Dan krijg je de bollen plus het patroon doorgestuurd. Vergeet niet een account aan te maken. Indien je een account hebt, kan je elke week gratis het patroon uploaden. Ik ga niet alles manueel nasturen, want het kost mij zoveel tijd om alles op tijd bij iedereen binnen te hebben. Dus voordat je gaat bestellen voor de Call Cape Shawl, maak eerst even je account aan. Er gebeurt verder niks met je gegevens. Die blijven alleen bij mij. Die worden niet doorverkocht. Daar hoef je geen zorgen om te maken. Zodra je de account hebt aangemaakt, doe je de bestelling van de garens die je wilt. En dan kun je gelijk van start met weekdeel nummer 1. Als je die hebt, dan print je hem uit en dan leg je hem erbij indien je graag de tutorial erbij wenst te hebben voor ondersteuning. En anders kun je gewoon meehaken met je eigen garens indien jij geen pakket hebt gekocht. We gaan van start. En voor deze call heb jij 1 roll en 1 roulette nodig. Haaknatmaat 3 mm of 3,5 mm. Ligt er even aan waar jij je gevoel beter bij hebt met het garen. Ik haak hem met een 3 en sommige haken liever met een 3,5. Dat is dus geheel aan jou. Ik ga met deze bol beginnen dit keer vanuit de buitenkant. Want ik wil de meeste kleur, donkere kleur, bovenin hebben en ik wil naar licht toe gaan werken. Ik ga de roulette gebruiken straks voor het laatste stuk van de shawl. Dus het deel hier onderin. En de romein, maar dat is pas in week 4. Dus ik ga starten met deze en daarna ga ik met deze verder. En ik denk zelfs, ja, ik ga hem van buiten uit beginnen. Ik gebruik nu de Green Tea Tipple. Dat is kleur nummer 754. En daarnaast gebruik ik de Frosted kleur nummer 852 roulette. Ze zijn allebei van scheepjes. Ik maak gebruik van de gouden klovers, maat 3 mm. We gaan van start. Ik leg deze aan de kant, want ik ken het patroon inmiddels dromen. En wij gaan beginnen met de whirl. Dus ik leg de roulette aan de kant. Ik haal dit keer de wikkel ervan af. Normaal werk ik van binnen, maar ik ga nu van buiten uitwerken. En dan gaan wij starten. We gaan beginnen met 6 lossen te haken. Eén, die zet je vast. Dus lus op de naald en dan ga je tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sluit in de eerste lossen met een halve vaste. Zo, nu haak je 3 lossen, staat voor het eerste stokje, plus nog 11 erbij. In de ring, dus niet in de ketting, maar in de ring zelf haken. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 en nummer 11. En nu haak je een losse in de derde, een stokje in de derde losse. Dus wat je doet is, je schuift hem even op. Tel je van het begin 1, 2, 3. Hier is je derde losse. Probeer hem een beetje onder 2 lossen door te haken. Dus 1, 2, 3 hier. Dus onder 2 lusjes door. Daar. En daar maak ik een stokje in. Dat is toer 2. Dan gaan we naar toer nummer 3. 1, 2, 3. 4 lossen. Dus staat voor een stokje
plus een losse. Dan draai je het werk en dan maak je een stokje in dezelfde steek. Dus hier, waar je laatste stokje in de voorgaande toer hebt gehaakt, daar maak je nog een stokje in. Eén losse. Sla één steek over en in de volgende een V-steek. Stokje, losse en een stokje. Nou, dit ga je herhalen tot het einde. Stokje, steek overslaan, losse story, steekje overslaan en een V-steek in de volgende. Losse, één steek overslaan en een V-steek in de volgende. Losse, één steek overslaan en een V-steek in de volgende. Losse, één steek overslaan, V-steek in de volgende. Losse en heb je de laatste hier, dat is de losse drie losse die je gehaakt hebt. En in die derde losse haak je een V-steek. Dat was toer nummer 3. Dan gaan we naar toer nummer 4. Haak 3 losse als eerste stokje. 1, 2 en nummer 3. Draai het werk. 1 stokje in alle steken dus. Eentje op het stokje, eentje in de losse ruimte. Die hebben we dus gehad. Dan ga je hierheen. Dat is in de losse ruimte een stokje. En bovenop het stokje van de V-steek haak je ook een stokje. Hebben we de losse ruimte, dan haak je een stokje. Op het stokje haak je een stokje. In de losse ruimte van de V-steek haak je een stokje. En op het tweede deel van de V-steek haak je ook een stokje. En weer in de losse ruimte een stokje. Dus stokjes in alle steken. Dus zijn we aangekomen bij de laatste. Dan ga je eerst een stokje in losse ruimte haken. En dan een stokje op de derde losse, want dat telt als een stokje. We hebben toer 4 gehad. Dan heb je dit. Dan gaan we naar toer 5. 1 losse, werk draaien. In de eerste haak je gelijk een vaste. Nou haak je 2 losse. En dan een vaste in de tweede steek. In de tweede steek, dus een stokje hiernaast. Chain haak 4, 2, 3, 4. Sla 3 steken over. En in de vierde haak je 2 vaste. Overslaan. Overslaan en de volgende 2 vaste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 overslaan en in de volgende 2 vaste. 1, 2 losse en in de laatste steek 1 vaste. 3 losse. 1, 2, 3. Dan haak je 3 stokjes in de eerste 2 losse ketting. 1, 2,
En nummer 3. 1 losse 5 stokjes in de 4 losse ketting. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. 1 losse en in de volgende weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. 1 losse en dat ga je doorhaken. Dan zijn we het einde aangekomen. We hebben hier nog een 2 losse boogje. Ik heb mijn losse al gehaakt. In dat 2 losse boogje haak je nog 3 stokjes, net als het begin. 1, 2 en nummer 3. En dan haak je in de laatste steek, dus in die eerste vaste van de voorgaande toer, haak je nog 2 stokjes. 1 en nummer 2. Dat was toer nummer 6. Nu gaan we door naar toer nummer 7. 1 losse en 1 vast in dezelfde steek. Dus dit is op het laatste stokje van de voorgaande toer. 3 losse. 1, 2, 3. Nu haak je 1 vaste in de losse ruimte. Dat is hier. Bijna gaan we nog 3 loshaken. 1, 2, 3. En dan maak je een vaste hier op de laatste stok. Dus op die derde losse waarmee je begonnen bent. Zo. Nou hebben we toer nummer 7 gedaan. Toer nummer 8. Haak 3 lossen als eerste stokje. 1, 2, 3. 5 stokjes in de 3 losse ruimte. Dus je gaat gelijk in die 3 losse ruimte, daar maak je 5 stokjes in. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. 1 losse. Dan haak je in de 5 losse ruimte, hier, haak je 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Dit herhaal je en dan zien we weer terug in de laatste 3 losse ruimte. Ik ben het einde aangekomen. We gaan nog 5 stokjes in de laatste 3 losse ruimte haken. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. Plus nog 1 stokje in de laatste steek. Dat is hier in die vaste. En dan is toer 8 klaar. Dan gaan we naar toer 9. Haak 4 lossen. Staat er 1 stokje plus een losse. Dus 3 en een losse. 1 stokje in dezelfde steek. Haak 1 losse. Sla 2 steken over. 1, 2 en in de volgende haak je een V-steek. Een stokje, losse en een stokje. Haak 1 losse. Haak een V-steek in de losse ruimte. Stokje, losse, stokje. 1 losse. Sla 3 steken over. 1, 2, 3. En in de vierde haak je weer een V-steek. Stokje, losse en een stokje. 1 losse. Haak 1 V-steek in de losse ruimte.
stokje, losse stokje. Herhaal 5 keer, dus 1, 2, 3 steken overslaan en in de vierde een V-steek. Stokje, losse stokje, 1 losse en een V-steek in de losse ruimte. Dat ga je herhalen 5 keer. Ik heb het 5 keer herhaald. 1 losse, sla 2 steken over, in de derde een V-steek, stokje, losse, stokje. 1 losse, sla 2 steken over en in de laatste haak je een V-steek. 1 stokje, 1 losse en 1 stokje. Dat is in die derde losse waarmee je gestart bent. Dat was toer nummer 9. Nu gaan we naar toer nummer 3. Haak 3 losse. Staat voor het eerste stokje. 1, 2, 3. Haak 1 stokje in dezelfde steek. Dus bovenop dat laatste stokje haak je nog een stokje erbij van de voorgaande toer. Nou weer 1 stokje in alle steken. Dus of je nou losse ruimte hebt of een stokje, in alle steken 1 stokje. Dan gaan we samen de toer afmaken. Ik heb de laatste V-steek nog niks in gehaakt. Nou, het eerste stokje van de V-steek haak ik in een stokje. In de losse ruimte een stokje. En op de derde losse vanaf de start haak ik in een stokje. Het kan zijn dat je hem even een beetje moet opschuiven. 1, 2, 3. Probeer hem onder die twee lussen door te haken. Ik haak met de ketting altijd een beetje strak. Dat is een afwijking die ik nou helemaal heb. En in die laatste haak je dus 2 stokjes. Want in het begin hebben we ook 2 stokjes gehaakt. Een 3 losse ketting plus een stokje. Dus toer nummer 10 is klaar. Dan gaan we naar toer nummer 11. Haak 4 losse. 1, 2, 3 voor het eerste stokje plus 1 losse erbij. Nu sla je 1 steek over. En in de volgende steek haak je een stokje. Sorry, 1 steek overslaan en de volgende haak een stokje. 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende stokje. 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende stokje. Dit blijf je herhalen tot einde toer. Ik ben aan het einde gekomen om je toch even te helpen met hoe de toer af te ronden. Hier heb je een stokje en hier heb je de 3 losse ketting. En in de 3 losse ketting, in de derde losse, daar haak je het laatste stokje in. Toer nummer 11 klaar. Gaan we naar toer nummer 12. Haak 2 losse. Dat staat voor een onafgemaakt stokje. Dan ga je nog eens 2 keer dezelfde steek een onafgemaakt stokje maken. Dus je gaat erin, je haalt de draad op, omslaan en doorhalen. Dan stop je hier. Draad omslaan, weer door dezelfde steek, draad ophalen, omslaan en doorhalen. Dan heb je 1, 2, 3 lussen. Draad omslaan en doorhalen. Haak 2 lossen. Dus je hebt nu een startcluster gemaakt. Dan ga je op elk stokje ga je een cluster maken. Dus een cluster bestaat uit 3 onafgemaakte stokjes en haal je in 1 keer door. Ik zal hem nog een keer laten zien. Hier is het volgende stokje van de voorgaande toer. Daarin steek je naald, haal je draad op, omslaan en door 2 lussen stoppen. Draad omslaan. In diezelfde stok weer draad ophalen, omslaan en door 2 lussen. Ga je weer omslaan, in dezelfde steek draad oppakken, omslaan en door 2 lussen. Dan heb je 3 onafgemaakte stokjes. Dan heb je 1, 2, 3, 4 lussen op de naald. Draad omslaan en doorhalen. 1, 2 lossen. Dit ga je herhalen en dan zie je me terug aan het einde van de toer hier. Maken we de toer weer samen af. Ik heb er 2 lossen gehaakt. Dan ga je de derde losse vanaf de start opzoeken. Want we hebben natuurlijk 1 losse ruimte ertussen. Dus in die derde lus van de startlosse haak je je laatste cluster. 2 en nummer 3 onafgemaakte stokjes en doorhalen. Nu is de toer klaar en gaan wij door naar toer nummer 13. 1 losse.
geen vaste in dezelfde steek. Dus op die cluster haak je een vaste. 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. 1 vaste in de 2 losse ruimte. Dus tussen de 2 clusters in. Haal 5 lossen. 3, 4, 5. 1 vaste in de volgende 2 losse ruimte. 2, 3, 4, 5. En een vaste in de losse ruimte. Dat blijf je herhalen en dan zie je mij weer terug aan het einde en gaan we samen de toer afmaken. Toer 13. Het laatste stukje is, die slaan we over. Ga ik 3 lossen. 1, 2, 3. En een vaste op de laatste cluster. Dat is hier. Ga door naar toer 14. Ga ik 1, 2, 3, 4. 5 lossen. Draai het werk om. Haak hem vast in de 3 losse boog. Dat is deze hier. En dan de herhaling. Haak 5 lossen. 3, 4, 5. En een vast in de losse boog. Dat ga je herhalen tot einde toer. En dan gaan we samen de toer weer afsluiten. Dan zijn we bijna klaar. Haak er 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Haak je eerst een vast in de 3 losse ruimte. 2 lossen en haak je een stokje bovenop die eerste vaste. Zo heb je in het begin je extra boogje en aan het einde je extra boogje. Toer nummer 15. Haak 1 lossen. En het werk draaien. En een vaste in dezelfde steek. Dus bovenop het stokje haak je een vaste. 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Haak 1 vast in de 5 losse boog. Dat is dus hier. Niet daar, maar daar. Haak je een vaste. Nou, dan ga je weer 1, 2, 3, 4, 5 en een vaste in de 5 losse boog. Dit ga je herhalen en dan gaan we samen de toer afsluiten. Ik heb de toer zover afgemaakt en gaan wij de toer afronden. Haak je 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5. En dan sluit je in de derde losse, 1, 2, 3, met een vaste. Haak 3 lossen. 1, 2, 3. Staat gelijk als 1 stokje. Haak nog 3 stokjes in de 5 losse ruimte. 1, 2 en nummer 3. Haak 1 lossen. Haak 3 stokjes in de volgende 5 losse ruimte. 1, 2 en nummer 3. Herhaling dus, 1 losse en in de volgende 5 losse ruimte haak je 3 stokjes. 1, nummer 2 en nummer 3. Dat ga je herhalen, dus weer een losse en dan weer 3 losse, 3 stokjes in de volgende 5 losse ruimte. En dan zien we elkaar aan het einde van deze toer weer terug. Toer 17. Haak 3 losse voor het eerste stokje. Dus 1 losse. Dus 4 stuks. Sla de eerste 3 steken over en in de volgende een stokje. 1 losse. Stokje in de tweede volgende. Sla er eentje over. 1 losse. 1 steek overslaan. Stokje in de volgende. Dit blijf je herhalen tot je bij de laatste groep van 4 stokjes bent aangekomen. Ik ben aangekomen met de laatste groep van 4 stokjes. Haak je 1 losse en haak je een stokje in de laatste, dus in de derde losse waarmee je in de voorgaande toer gestart bent. Zo. Toer 18. 2 losse. Werk draaien. Maak nog 2 onafgemaakte stokjes in dezelfde steek en dan haal je in één keer door.
twee losse. Dan ga je naar de volgende stok van de voorgaande toer en dan maak je een cluster op. Dus drie onafgemaakte stokjes doorhalen. Dat ga je 65 keer halen. Dus twee losse boven het volgende stokje een cluster. Dat is 1. Twee losse boven het volgende cluster stokje een cluster. Dat is nummer 3. Ga je door tot je 65 stuks hebt. En we maken samen de toer af. 2 losse, 1, 2 en dit is de 65ste cluster. En die haak je in 1, 2, derde losse waarmee je gestart bent. Dat is hier. Want je bent met 4 stuks gestart aan de voorgaande toer. En daar maken we de laatste cluster in. Dus in die derde losse. 1, 2 en nummer 3. En doorhalen. Maak alvast 1 losse om te beveiligen. Zo ziet deel 1 eruit als je toer 18 afgehaakt heb.